ben al een tijdje bezig met muziek maken. En ik heb ook een paar YouTube-filmpjes met eigen liedjes. Maar ik hoop dat nu met X-Factor dat het gewoon echt kan beginnen. Dat ik geen YouTube-filmpjes meer zelf in mijn woonkamer moet maken. Het is een hoogtepunt. Ik meen het. Ik vind het zo mooi. De repetitie ging heel goed en Stacey was heel enthousiast over het lied en hoe ik het deed. Dus het geeft me misschien nog iets meer zelfvertrouwen om confident op het podium te staan. Als het zo deed zoals het net deed bij de repetitie, nou, dan zie ik echt een finale kandidaat in haar. Hier is Sumera. See a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to go black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until een bijzondere act. Zag er heel erg mooi uit. Ik heb me van de week zorgen gemaakt. Ik dacht, hoe moet dat nou met Sumera, met het thema rock? Want je kunt natuurlijk prachtig zingen, maar een rockzangeres ben je natuurlijk niet. En wat is dit goed opgelost. Wat een fantastisch nummer, wat een goede uitvoering. Goed gedaan. Ik heb echt heel goed gedaan. Een goede act. Je staat er elke week lekkerder. Maar voor de coach even. De styling ziet eruit alsof het over de jaren 80 gaat. En daar zijn we zo blij van dat we daar vanaf zijn. Van de jaren 80. Dus ik had liever, jou in een echte rock uit. Mini-rock. Ja, mini-rock met een leren jasje. Maar het maakt niet uit. Je blijft natuurlijk een heerlijke vrouw om naar te kijken. Ja, Sumera, een prachtig begin van het liedje. Echt een hele nieuwe benadering. Ook compliment aan Stacey voor het uitzoeken van het liedje. Want ik was er echt gewoon niet van overtuigd. Maar je hebt het zo fantastisch gedaan. Echt heel goed gezongen. Alleen, ik vind hoe je eruit ziet verschrikkelijk. Maar echt vreselijk. Het is net het avifauna zou een moord voor je doen. Het is echt verschrikkelijk. Maar goed, dat was het. Nooit meer aantrekken. Joost Smerra. Nou ja, zo erg vind ik het helemaal niet, die styling. Maar wat mij veel meer opvalt, is hoe goed jij gaat zingen en hoeveel beter jij nog blijkbaar kan worden. Het is echt fantastisch goed gezongen. Ja. Dat is een heel.
gek, breekbaar begin. En dan die hele act daarna. Ik vond het sensationeel goed, echt waar. Hoppakee. Ja, Smira. Natuurlijk is dit nog een wedstrijd. En het gaat voornamelijk en vooral om je zangkwaliteit. En nou, die waren van het begin tot het eind helemaal goed. En je styling. Je hebt het, ik vind het jasje wat je aan hebt helemaal geweldig. Je hebt het namelijk zelf ontworpen, want creatief, dat ben je. Oh. Thuisluister. Is het thuis? Het is een hele klassieke uitvoering en je ziet er ook klassiek uit. Omdat je een klassieke schoonheid bent. Ik ben trots op je wat je net hebt gedaan. Samira, het is ook wel mooi te zien dat Gordon een keer... dat Gordon een keer door zijn stoel heen zakt. En dat hij met een mond vol tanden zit. Hé, Gordon? Zelf. Wat zou je dat zelf zijn, gemaakt, ja. Ja, had je niet gedacht, nou, hè? Je zakt echt door je stoel heen. Hoppakee. Wij vinden goeie het mooi. Thuisnaaister. Het is een goede thuisnaaister. Zelf ontworpen en een vriend van jou heeft het gemaakt, toch? Ja. Ja. En je bent er maar wat trots op. Ja, heel trots. En dankbaar. Hartstikke trots op. Maar los daarvan, net wat ze zeggen, mooie jurycommentaar wel op je performance. Mm-hmm. Je ziet er prachtig uit. Dat ben je toch een mooie vrouw. Dat hoor je natuurlijk ontzettend veel. Ik vroeg me af, hoe gaat het met je vriend? Maar ik zie hem daar staan met een spandoek. Wat lief. Trekt hij het allemaal een beetje, dat iedereen zo over je heen valt? Ja, hij vindt het leuk. Ja, heel erg leuk. Hij is trots op je. Ik hoop het. Ik denk het wel. Kan je goed hebben, hè? Blijf nog even lekker staan. Ja? Prima. Van Beyoncé naar Mick Jagger in 1 week tijd. Nou, doe het er maar naar. Sumere heeft het allemaal en ze heeft het laten zien. Ze is nog lang niet klaar. Als je haar niet kan missen, bel dan naar 0909 1302 of sms Sumera naar 3131. Dankjewel.